15 studenten van de Avans Hogeschool in Breda zijn maandag onwel geworden door een penetrante geur die afkomstig zou zijn uit het riool. Het gebouw aan de Lovendijkse straat waar de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu in zit, werd daardoor door BHV'ers ontruimd. De studenten werden opgevangen in het restaurant van een ander gebouw van Avans. De studenten die onwel zijn geworden zijn ter plaatse door het ambulancepersoneel onderzocht en er zijn geen ernstige klachten vastgesteld. De brandweer heeft onderzoek gedaan naar de bron van de stank, maar bij metingen zijn geen verontrustende waarden gemeten.